Provincies, waaronder een bekende plek zoals Bangkok, Chiang Mai, Phuket en Pattaya. Ook heeft Thailand verschillende soorten stammen. Ik heb hier een voorbeeld van. Deze mevrouw komt uit het noorden van Thailand. En ze heeft een prachtige kleurrijke jurk aan. En ook staat Thailand bekend onder de ombouw van man tot vrouw. Kijk maar naar mij. Nee, grapje. Nee, Thailand heeft geweldige plekken. Je kan naar de floating market gaan. Dat is een markt op een bootje waar je eten kan kopen. Verder kan je ook op olifanten rijden. Wat ook heel leuk is in Chiang Mai. En naar Tiger Kingdom waar je op de foto's kan met levende tijgers en welpjes. Ik ben natuurlijk heel trots op mijn land. Het wordt ook al niet voor niets voor Land of Smile genoemd. En ik hoop echt dat jullie mensen een keer naar Thailand gaan. Het is echt zeker de moeite waard. Dankjewel. Kak goed gaan. Dankjewel. Je kan, Ik helemaal naar Thailand. Ja, echt. Ja. Ze kan echt heel goed promoten. Nou, de laatste gaan we gelijk naar... Eerst even een gedicht voorlezen. Eerst in het Indonesisch en dan komt de Nederlandse vertaling. En dan ga ik vertellen waarom ik voor dit gedicht heb gekozen. Het is trouwens een gedicht in het Indonesisch. Hoeveel verstaan hier Indonesisch? Even handen in de lucht. Niemand? Oké. Heel leuk? Oké. Daar komt het. Jauh dari rumah, selalu jauh dari rumahku. Meskipun berlayar dari barat ke timur dan dari selatan ke utara. Ik denk dat heel veel mensen hier hetzelfde hebben of hetzelfde gevoel. En daardoor ook veel rijker zijn qua cultuur. Dat we zowel in het westen als in het oosten kunnen vinden. Ja, dat is eigenlijk wat ik wil vertellen. Dus ik vind dat ook mis Aziatisch zijn, omdat we rijke culturen qua westen en oosten hebben. Ja, die daar meer de link hebben van mij. Dankjewel. Nou, dames en heren, applaus voor Sable.
7 komen het heel kan gaan. Ja, 7 kandidaten, dat is de top 7 van Miss Aziatisch 2015. Nou, voordat we dan naar de resultaten gaan. De volgende is Napatsawan Chiang Mai. Slinger voor Napatsawan. Zo, dat wordt ook wel wat. En de volgende is Suchitra Manjai. Samantha. Oh, sorry. Samantha van Rijnenveld. Dus we hebben Jane nodig. Jane, waar ben je? Jane, gaan we samen roepen. Jane. De telling. Jane. Jane. Want Jane heeft het resultaat, maar waar is Jane? Is nog aan het tellen. Oh, is nog aan het tellen. Dat is nummer 11. En dat nummer is 11. Suchitra Manjai. Wilt de juryleden van Thijs
ambassade. Oh, dat is wel heel dichtbij. Nummer 10 en nummer 11, jullie mogen even naast elkaar staan. Want er scheelt maar één punt. Eén slinger. Ja, had hij dan maar nog 5 euro moeten besteden. En dan, maar eerlijk is eerlijk, lieve mensen. En lieve vrienden van deze twee mooie dames. Jullie hebben allemaal je best gedaan om je populaire dame eruit te halen. En het zijn ze allemaal. Alle 15 zijn ze populair. Maar deze twee, die dan het laatst zijn gevochten van de ene slinger naar de andere slinger. Maar heeft toch de dame nummer 11. 11 gewonnen. Die heeft met 1 punt meer. Ja, Suchitra Manjai is Miss Populair. Miss Populair. Ja, lukt het een beetje? Zijn we gewoon het overleggen? Oké, alles goed. Applaus, dames en heren. Nummer 11, Suchitra Manjai, Miss Populair. En we gaan nu naar Miss Traditioneel. Traditioneel. Met de mooiste kledij. Een jurylid van China Airlines zal dan bekendmaken en dat is... Samantha! Welkom allemaal, ik zal even bekendmaken wie de winnaar is. Overigens complimenten voor alle dames, hoe ze het gedaan hebben, echt heel super. Nummer 10, Samantha! Die daar staan. Samantha! 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 Peppa! Ben jij het vriendje van Samantha? Oh, jij bent het vriendje. Dat zou hij wel willen, denk ik. Ik ben een fan! Oké. Okay. Ik ben een fan! Dames en heren, applaus, Samantha! Miss Traditional! En nu gaan we natuurlijk naar de aller spannendste deel van de dag. Miss Asia. Miss Asia is 2015. Alle 7 finalisten mogen daar naar voren. Want de Miss Aziatisch is 1 van de 7 finalisten. En we gaan dan meneer John van Zanten. Staat hier al naast ons. Uitnodigen. Yes. De organisator van deze prachtige Aziatische markt, John, meneer Van Zanten. Goedenavond. Ik ben blij dat u allemaal zo in getale gekomen bent, deze mooie missen. Ik weet dat ik een hele zware job had vanavond. Ik zat naast 4 juryvrouwen. En dan moet ik als enige man als jury een mooiste vrouw kiezen. Nou, dat is niet zo makkelijk. Ja, maar ik ben toch jouw mooiste vrouw, ja, John? Dat klopt. En ik heb hier nog een hele mooie vrouw naast me staan. Dus wat moet ik? Ik leef alleen maar tussen de vrouwen. Maar dan hebben we natuurlijk... Oh! Dan gaan we nu weer over tot nummer 1. En dat is best heel spijtig, heel speciaal voor deze dame. En het is... Kieran Tobin. Nummer 12, Kieran Tobin. Miss Beautiful, Miss Asia. Gefeliciteerd, Kieran Tobin. Meneer John van Zanten gaat aan de kroon. Ja. Applaus, dames en heren, voor Miss
Miss Asia heeft een bedrag van €500 gewonnen. Ja. En Miss Traditional heeft een bedrag van €400 gewonnen. Kom ook naar voren. En Miss Popular heeft ook €400 gewonnen. En alle drie winnaars zal dan een gratis fotoshoot krijgen van onze fotograaf Marcel van B. Nog een keer applaus, dames en heren, voor onze winnares. En het zou fijn zijn als de winnares even blijven staan. De andere dames een stap achteruit doen. Dan wil ik graag alle juryleden... Kom maar. Die kunt u ook weer vinden op chatboer.nl. Bloemen van ons. Ja, de goodie bag. Dames en heren, dat was Miss Asia Miss 2015. Ik hoop dat we jullie volgend jaar weer zien bij Miss Asia Miss 2016. En even een groot applaus voor Jane en Fabri. Zij hebben op één middag alle dames zo ver gekregen dat ze de stapjes weten, dat ze de make-up goed op hebben en dat ze de briefing hebben gehad voor toch deze prachtige finale. Aan jullie alle eer, Fabri en Jane. En dan zit het erop. Fibba, ja. Jou wil ik ook heel hartelijk bedanken voor deze presentatie samen met mij. Ja. En we hebben het samen leuk gedaan, liever. Heel gezellig. Ik hoop dat we volgend jaar weer mogen doen. Absoluut. Ik hoop dat ik u dan weer volgend jaar zie. Goedenavond, zal het maar. Ja, blijf nog even zitten, want ik heb nu de trekking van de loterij. We kunnen het niet meer terugdraaien. Wat we wel kunnen doen, dat we het recht zetten. En recht zetten betekent dat de mooiste mis van 2015, dat is uiteindelijk Samantha geworden. Samantha, wil je even naar voren komen? Aan jou toe met excuses van de jury en excuses voor de telling van alles wat hier in de hectiek van de avond is gebeurd. Maar het scheelde niet veel. Het is maar 1,5 punt. En aan jou komt alle eer toe. Jij bent Miss Asia 2015. Betekent wel dat wij als organisatie en als juryleden hebben wij ook wat verbeterpunten te leren voor 2016 en volgende. Dit was de eerste keer in 2015 hier en ik hoop dat echt oprecht, want er is niks mis mee met Miss 2015 die zo even wel is benoemd, die de sjerp en de kroon heeft ontvangen, zoals alle andere missen, want die zijn even beautiful, alle 15. Maar als het gaat om eerlijkheid en telling, dan moeten we helaas concluderen dat nadat de foto's zijn gemaakt van de dame, is
eigenlijk Samantha toch Miss 2015. Dankjewel. Een dikke kus van ons allemaal. Ja, even dat is de...